Deze video is mede mogelijk gemaakt door idee.nl. Ja, daar zit hij weer in een Hyundai Ioniq 5. Wat nou weer? Wat moet hij nou weer met die auto? Nou, laat ik even een situatie scheppen. Ik ben op uitnodiging van Hyundai naar Barcelona geweest en zoals jullie wellicht weten probeer ik zoveel mogelijk persreizen per volledig elektrische auto te bezoeken. Dit scheelt een hoop CO2 als je het mij vraagt en het scheelt voor mij vooral weer een hoop gedoe met vliegreizen. Ik begin een enorme hekel aan vliegen te krijgen. En dat is dan ook de reden geweest dat ik met de Hyundai Ioniq 5 naar Barcelona ben gegaan. Om de introductie van de Ioniq 5 en bij te wonen. Als deze video wordt gepubliceerd, staat die video van de Ioniq 5 en reeds live. Kijk die video ook zeker, want het is een behoorlijk spectaculaire auto. Maar wat ik vooral het tofste vond, is dat ik nu een direct vergelijk kon maken met de Volvo XC40 waarmee ik begin medio oktober 2023 naar Barcelona ben gereden. Zoals jullie wellicht hebben gezien, heb ik toen 17 uur over de heenweg gedaan en 17,5 uur over de terugweg in die XC40 in vergelijkbare weersomstandigheden. Vrij koude nachten en overdag een temperatuur rondom de 20 graden. Het enige verschil nu is dat ik op de terugweg via Bordeaux ben gereden. Ik ben van Barcelona naar Bordeaux gereden in het zuiden van Frankrijk om daar op de terugweg de introductie bij te wonen van de Suzuki Swift. Maar de heenweg, die vond ik het belangrijkste. Hoe heeft de Hyundai Ioniq 5 gepresteerd ten opzichte van de Volvo? Nou, laten we even teruggaan naar de Volvo. Daar had ik uiteindelijk een gemiddeld energieverbruik van 24,5 kWh op 100 km op de heenweg naar Barcelona. Ik heb in de XC40 niet gebruik gemaakt van de online EV routeplanning van die auto, want het Google systeem vond ik niet kundig genoeg en accuraat genoeg om die reis volledig uit handen te geven. Het is niet zoals bij een Tesla zo het geval dat je echt blind kan vertrouwen op de Google of EV routeplanning software in die Volvo. Het zorgde dus voor een reistijd van in totaal 17 uur over een afstand van 1380 kilometer. Dat was vrij fors. Hoe is dit in de Ioniq 5 verlopen? Nou, om te beginnen is het goed om te weten, ik heb gereden met de dual motor Ioniq 5 launch versie. Dat betekent dus de auto voorzien van dik 300 pk vermogen, twee elektromotoren en dit is dus in potentie een veel krachtigere auto, een ongunstigere auto om die reis mee af te leggen in vergelijking met de Volvo die louter beschikte over achterwielaandrijving en dat was dus de meest efficiënte auto om mee te reizen. De Ioniq 5. 77 kWh, twee elektromotoren, dik 300 pk, 0 tot 105 seconden, maar wel het eGNP platform en dus 800 volt. En dat betekent een 10-80% lading in 18 minuten tijd. Hoe de reis is verlopen? Ja, top. Super betrouwbaar. Ik heb wederom niet gebruik gemaakt van EV routeplanning. Want ik vind ook EV routeplanning in de Ioniq 5 niet betrouwbaar en accuraat genoeg en snel genoeg werken. Dus ik ben uiteindelijk zelf maar mijn route uit gaan stippelen. Maar goed, dat gaat wel heel makkelijk om. Het is niet zo dat ik dagen van tevoren begonnen ben met het uitstippelen van een route. Nee, ik ben uiteindelijk vertrokken. Ik heb een appje erbij gepakt, Charge Finder. En die is dermate accuraat genoeg dat ik heel makkelijk stations kon vinden. Zeker ook als ik dit afwissel met bijvoorbeeld de Fastnet app of die van Ionity. Want ook via die aanbieders kon ik uiteindelijk gemakkelijk een laadstation vinden. 5 stops, 5 keer 18 minuten laadtijd. Maar, om dan maar meteen te beginnen met het energieverbruik, wat is dat, waren ze dat gemiddeld op uitgekomen? Nou, kan je vertellen, 25 kWh op 100 km. Iets hoger ten opzichte van de Volvo. Maar nu komt hij, de grote maar. Ik heb veel harder gereden. Met de Volvo ben ik nauwelijks boven de 120 km per uur uitgekomen. Echt maar een enkele keer op de terugreis. Omdat toen ja, de situatie toeliet in de vorm van wind mee, buitentemperatuur hoog genoeg, bergaf. Heenweg ben ik niet boven de 120 km per uur uitgekomen in de Volvo XC40. En hebben we soms stukken 105 à 110 km per uur aan kruissnelheid aangehouden. Om safe te zijn dat wij het volgende laadstation konden redden. In de Ioniq 5 heb ik besloten om harder te gaan rijden. En dit resulteerde er dus in dat ik dat het harder rijden en het sneller laden 2
uur reistijd scheelde in vergelijking met de Volvo XC40. Ik heb dus over een afstand van nu 1383 kilometer naar Barcelona vanuit Nederland heb ik 15 uur over gedaan. Dat is dus onderaan de streep net geen 100 kilometer per uur die je aan gemiddelde reistijd met de IONIQ 5 naar Barcelona kan halen. Ik denk dat ik er met een auto als de IONIQ 6 zal het nog sneller kunnen. Kan ik wel kloppen, want onderweg naar Wenen heb ik uiteindelijk 100 km per uur kunnen rennen met de IONIQ 6. En ik denk dat dat ook mogelijk is op een reis naar Barcelona. Groot verschil met de Volvo als je mij vraagt. 2 uur. En het komt dus puur op het konto van ik heb harder kunnen rijden. Let wel, continu eigenlijk minimum snelheid van 130 km per uur op de Franse péage. Franse péage, hoor mij nou. Maar ik heb uiteindelijk ook gewoon stukken 140 en lekker door kunnen rijden. Samen met die ongelooflijk snelle 10-80% vulling in 18 minuten. Maar let wel, wat veel belangrijker is en wat enorm veel tijdwinst heeft opgeleverd. Tot 90% laden duurt ongeveer 25 minuten. Dus het zorgt ervoor dat je meer range kan laden in een korter tijdsbestek. Die Volvo had toen een half uur nodig voor 1080. Maar bijvoorbeeld voor 1090 had je dan al snel bijna 40 minuten nodig. Dus dat is een enorm groot verschil. 2 uur reistijd heeft het dus opgeleverd. Ja, wat is het voor de rest opgevallen? Dit is gewoon by far, ik denk wel, mijn favoriete reisauto van dit moment. Een combinatie van de fantastische stoelen. Zeker ook deze lounge uitvoering met die comfortstoelen. Bijrijder, we hebben af kunnen wisselen onderweg. Bijrijder, 1 druk op de knop en de bijrijderstoel gaat in een lichtpositie. Voetensteuntje komt omhoog en hij gaat razendsnel naar achter. Ja, dat is zo ongelooflijk fijn. Misschien kan ik het nu wel even demonstreren. Klopt dat? Druk opnieuw op de schakelaar. Kijk, daar gaat hij. Gaat hij helemaal naar achteren. En de rugleuning gaat razendsnel achterover. Veel sneller dan dat de traditionele elektrische stoelverstelling toelaat. Ja, en zoals je kan zien, dit is me toch een partij fijn en comfortabel. Echt fantastisch. Dit is gewoon echt met recht een lounge stoel. En ook gewoon een slaapstoel op zo'n moment. Ik zal hem nu weer snel terug doen. Want ik ben het nu alweer beu. Even kijken. Dan moest ik gewoon weer op die knop doen. Ja, dan gaat hij weer. Komen we weer terug. Hallo. Maar zeker voor de bijrijder is dit gewoon super comfortabel. Zitcomfort voor de IONIQ 5. Fantastisch. Zitpositie evenzo. Dat fijne stuur dat perfect binnen handbereik zit. Het is de perfecte combinatie van een wat hogere zitpositie. Maar wel met een lage zitpositie in het stuur. En dat zorgt voor een hele fijne comfortabele zithouding achter het stuur. Auto is stil. Auto ligt uiterst stabiel op de weg. En dat is ook heel erg fijn. En de rijondersteuningssystemen, Highway Driver Assist, inclusief het autonoom inhalen, werkt wel zo prettig op de langere trajecten. Echt heel erg fijn. Dus de IONIQ 5 ten opzichte van de XC40. Zitcomfort fantastisch, maar goed, dat was in de XC40 ook zo het geval. Het energieverbruik was fractioneel hoger, maar ik heb veel harder gereden. Ik denk als ik dezelfde snelheid had aangehouden, dan zit je met de IONIQ 5 rond de 21 à 22 kWh op 100 km. En dat met een dual motor versie. Dus keurig netjes. Enige waar ik tegenaan ben gelopen en dat ons de eerste keer wel wat meer tijd heeft gekost, is dat als je de coördinaten hebt ingevoerd, dan laat hij wel zien, joh, dit is een IONITY station. Maar ik moet vervolgens weer extra op dat icoontje drukken om ook daadwerkelijk het navigatiesysteem de opdracht te geven dat het een snellaadstation is, waarna die pas echt het batterijpreconditionering in werking laat treden. Dus dat is wel een apart iets. Ik heb dit ook al doorgezet als feedback richting Hyundai. Als je het op die manier doet, zou dat wel iets accurater en wat gebruiksvriendelijker mogen. Dus onthoud, als je een snellader selecteert in het navigatiesysteem, druk 1 keer op het icoontje om hem ook als snellader aan te geven in de software van de auto. Maar goed, dat is eigenlijk het enige ook. Voor de rest, ik heb er wederom van genoten en dit blijft voor mij persoonlijk een van de fijnste auto's op de markt. Qua zitcomfort, qua rijden, mooie balans tussen rijcomfort en rijdynamiek, maar ook zeker die 800 volt techniek. Vond jij deze videoreportage leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Threads. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Euwe Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!